Ja, welkom bij Alternatief Forum met maandelijks de politieke actualiteiten. Vandaag deel 6 over de nieuwe Nederlandse regering, de Britse en Franse verkiezingen, NAVO-chef Rutte, de Israël-Gaza-oorlog, alsmede Orbán en de Rusland-Oekraïne-oorlog. De gast zijn twee bekende gezichten uit de alternatieve media, oud-hoogleraar media en mensenrechten Kees Hamelink. Cees Hamelink, moet ik zeggen, en oud-hoogleraar internationale betrekkingen, Kees van der Peil. Hartelijk welkom bij Alternatief TV. Wij vragen door waar de mainstream media zwijgen. Ik ben Alp Gietelink en vandaag in gesprek met Cees Hamelink en Kees van der Peil. Hartelijk welkom, heren. Dankjewel, Alp. We hebben een zeer uitgebreide agenda, dus we gaan direct beginnen. We beginnen thuis bij de Nederlandse politiek. We hebben de regeringsverklaring gehad van het nieuwe kabinet. En wat dacht jij, Kees, Cees? Het is mij niet opgevallen dat dat een verklaring was. Het was een zeer onsamenhangend stukje waar ik lichtelijk onpasselijk van werd. Omdat ik werd aangegeven met het motto van 3 woorden waar ik altijd een lichte misselijkheid bij voel. Trots, lef en hoop. Dus dat alleen al maakte voor mij een volstrekt onzinnig stukje eigenlijk. Maar ja, die verklaring die betekende sowieso nooit wat. Je kan makkelijk wat opschrijven, je kan makkelijk wat zeggen. En als ik dan naar het clubje kijk wat dat vervolgens moet gaan uitvoeren, dat ik dan op dat bordes zie staan, dan denk ik, ja, ik vind het is een kneuze kabinet. Het is zeer tweederangs allemaal. Ja. En dan ook nog aan het hoofd, zeg maar, een echt ambtenaar die bovendien ook uit de spionage komt. Daar kun je van alles van denken, maar wat mij daarbij erg gerust stelt, is dat de geheime diensten in de wereld vooral bekend zijn door alle fouten die ze maken en de mislukkingen die ze hebben. Als je ziet hoe vaak de CIA heeft geprobeerd om Fidel Castro te vermoorden. Dat moet toch niet zo ingewikkeld zijn, maar dat lukte helemaal niet. Dus bijna gaat altijd, zelfs bij de allerslimste veiligheidsdiensten, Mossad, gaat er ook voortdurend van alles mis. Die mannen hebben een soort van overschatting van hun eigen mogelijkheden. Die spelen een eigen spel en dat loopt heel vaak op niks uit. En dat is dan wel geruststellend. Oké, Kees. Jouw reactie nog even. Nou, het is heel opvallend dat... Ik zeg dus steeds dat het een staatsgreep is. En daarmee bedoel ik dat het normale staatsrechtelijke patroon is dat de grootste partij in eerste instantie, ook al is dat een partij die in dit geval nou niet bepaald mijn sympathie heeft. Het is ook helemaal geen partij. Het is één man met een groep vrienden. En die hebben de meerderheid gehaald. Dus normaal gesproken moet je je dan niet in de luren laten leggen door verhalen over een extra parlementair kabinet. Je moet gewoon zeggen, de gewoonte in Nederland is dat hij als eerste mag beginnen om een regering te gaan vormen. Nou, dat is dus niet gebeurd doordat men iemand uit de wereld van de geheime dienst daar heeft neergezet. Wie dat precies heeft gedaan, dat moet nog gereconstrueerd worden. Maar dat noem je dan een staatsgreep. Het is namelijk niet het is een inbreuk op het normale politieke proces. Ja. Nou, ik heb al een paar keer aangehaald dat in de andere krant een mooi stuk heeft gestaan van Reuze Blommestein over kabinet Schoof is klaar voor de oorlog. Je ziet dat op de dag dat dat de regeringsverklaring besproken wordt in de Tweede Kamer, waar ik echt niet voor ga zitten, maar waar heb ik nu van diverse mensen gehoord dat dat een aanfluiting was en dat als je nog één stap wil zetten om de mensen definitief te vervreemden van het politieke proces, dan moet je ze dwingen om deze hele uitzending te zien. Zelfs op die dag waren de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken in Kiev. En onmiddellijk na terugkeer is de hele ploeg vertrokken richting Washington voor de NAVO-herdenking. Dat wil dus zeggen dat, men zei vroeger van Rutte alles spottend, dat Nederland voor hem iets erbij was. Dat deed hij erbij. Zijn voornaamste taak lag in Europa en in de NAVO, waar die dan nu beland is. Maar deze regering heeft niet eens de pretentie om van Nederland werk te gaan maken, maar gaat onmiddellijk naar het oorlogsgebied en naar het hoofdkwartier van de oorlog. Ja, daar ligt ook het probleem. En ik wil daar natuurlijk wel ook iets tegenover zetten, want ik ben wel een voorstander in de huidige omstandigheden van een extra parlementair kabinet. En waarom? Omdat de klassieke constructie, wat mij betreft, de afgelopen 4 kabinetten onder Rutte zodanig uitgehold is dat hij volledig gefaald heeft. En wat is er gebeurd namelijk? Wij kiezen een parlement.
Er zijn wat heren die daar de partijleiders zijn en die gaan achter gesloten deuren iets in elkaar knutselen. En die zeggen, we gaan dit uitvoeren. En het hele parlement wordt 4 jaar lang gewoon gebruikt tot stempelkussen. En wordt volledig buitenspel gezet. En dan is er alleen nog een oppositie die dan wel wat mag zeggen, maar daar wordt überhaupt niet naar geluisterd. Dat zegt meneer Rutte zelfs. Met andere woorden, één van de oppositieleden die dat scherp zei, was meneer Omtzigt. En die zei vervolgens, ik wil naar een extra parlementaire constructie, want ik wil het primaat van het parlement herstellen. En dat is nu wat we krijgen. Inderdaad, het parlement, de Tweede Kamer, moet wetgevend en beleidssturend zijn. En de regering moet uitvoerend worden. Ik dacht, en dat dachten zij zelf ook, dat er dan een beetje transparante, flexibele meneer Plasterk bijvoorbeeld daar dan de premier zou worden. Ja, ik viel bijna van mijn stoel van verbijstering toen ze bedacht hadden dat de topspion daar dan de premier moet worden. Want daar ligt het probleem. En dan komt er inderdaad bij wat jij zegt. Schijnbaar is het buitenlandbeleid een soort voortzetting van Rutte 4. En die meneer Schoof, die zegt gewoon, mijn grote voorbeeld is meneer Rutte. Maar als je in principe wel, voor een extra parlementaire regering bent, dan hebben we die natuurlijk helemaal niet gekregen. Dit zijn grotendeels mensen die allemaal uit de politiek komen, uit politieke partijen komen. Dit is geen extra parlementair kabinet. Dat zou je best kunnen samenstellen. Ja. Ik ben met een aantal mensen bezig om een soort van schaduwkabinet te vormen. Ja. En er zijn in Nederland voldoende mensen te vinden die echt onafhankelijk en zeer deskundig zijn. Ook op de terreinen van gezondheidszorg bijvoorbeeld, of internationale betrekkingen. Die kun je best vinden. Mm. Maar daar is dus helemaal niet naar gezocht. Nee. En het grote probleem voor mij blijft, ik heb 2 jaar geleden een mensenrechtenprijs uitgereikt aan Pieter Omtzigt. En daar voel ik me nu. Beste Pieter, als je dit bekijkt, daar voel ik me erg ongelukkig onder. Want we hadden na die uitreiking een mooi gesprek over mensenrechten. En ik zei tegen jou, als jij naar echte politiek ingaat, dan moet je ervoor zorgen dat onze samenleving zo wordt ingericht dat mensenrechten niet langer beschadigd worden, maar dat ze gerespecteerd worden. En dan doet hij echt alles aan om een kabinet maar, te krijgen. Wat is daar gebeurd? Dat begrijp ik. Maar het probleem wat ik net schetste, namelijk dat we bijna de trias politica buitenspel hebben gezet. He? Dat we de scheiding der machten zich concentreert op een soort uitvoerende macht achter gesloten deuren. Die dan als een soort management dit... Maar de macht is toch altijd achter gesloten deuren uitgeoefend? Ja, maar we hebben toch niet, we verkiezen toch geen wetgevende macht, parlement, om vervolgens buitenspel gezet te worden. Dat is toch gewoon een aanfluiting als je een parlementaire democratie zou willen. Ja. Tenzij je zegt, ik wil een direct verkozen premier of direct verkozen ministers. Ja. Maar dat stelsel hebben wij ook niet. Nee, dan krijg je André van Duin. Dan krijg je André van Duin? Ja, dan wordt een populaire, bekende Nederlander. Ja, bekende Nederlander kabinet. Ja, of misschien Ronald Koeman als hij de finale gaat halen. Maar laten we daar eens over doordenken. Waarom lukt het de huidige parlementariërs? Er zijn heel veel parlementariërs die hier toch waarschijnlijk ongelukkig mee zijn. Ja. Waarom lukt het hen niet om te doen wat jij eigenlijk van het parlement verwacht? De functie die het parlement heeft, met de scheiding der machten. Maar dat hangt dus erg af van wie dat in het parlement had te maken, zit. Dat had te maken in de Rutte-tijd met name dat de partijleiders, de fractieleiders overheersend waren. Ja. Dat die een deal sloten achter gesloten deuren met meneer Rutte. Ja. Die zeiden, wij gaan dit uitvoeren en jullie fractie wordt verplicht om overal ja op te zeggen, de regeringsfracties. En de oppositie werd buitenspel gezet. Die kon op zijn kop gaan staan, maar niemand luisterde. Dat was de doofpot. De dood in de pot, moet ik zeggen. Ja. Voor de parlementaire democratie. Ja. Dat systeem moet wel verbeterd worden. En dat is wat Pieter Omtzigt, want het is natuurlijk zijn gedachte. Het komt uit NSC voort, dit extra parlementaire idee. Maar ja, ik vind op het moment dat je dat gaat zitten invullen met deze figuur Schoof. En natuurlijk ook op het moment dat je zegt, ja, we gaan überhaupt niks veranderen aan het buitenlandbeleid. Dan is dat wel een rampenplan. Kees, jouw reactie dan hier nog op. Nou ja, ik wil alleen maar zeggen dat
Volgens mij was maar één doel en dat is dat, vandaar dat Omtzigt het ook heeft voorgesteld, dat Wilders onder geen beding premier mocht worden. En nogmaals, ik heb geen enkele sympathie voor zijn anti-islam gezeur. Zijn partij is begonnen op de Israëlische ambassade in Den Haag. En in de onmiddellijke aanloop naar de inval in Irak. Mm-hmm. En ja, we zitten met die man opgescheept. Hij kan natuurlijk geen premier worden, want Nederland heeft enorme economische betrekkingen met de Arabische golfstaten, ja, enzovoort. Dan zou de premier zou daardoor zelf niet kunnen komen en gaat er maar door. Ja. Nou, de rest van de regering is, zoals Cees al zegt, tweede rangsfiguren uit de verschillende hoeken en bijna allemaal oud-politici. Want als je kijkt naar NSC en BBB, dat zijn natuurlijk die komen uit het niets. Maar als je vervolgens kijkt waar komen ze nou echt vandaan, ja, dan is het allemaal CDA en VVD. Ja. Dus het is heel teleurstellend. Het heeft een heel beperkte inzet. En het is volgens mij alleen staatsgreep is zo'n groot woord. En je moet er zelf geen karikatuur van gaan maken. Maar het is een ingreep, laten we het dan zo noemen, die als een van de belangrijkste bijgedachten heeft het veiligstellen van de aanvoerroute via Rotterdam van Amerikaans oorlogsmaterieel. Ja, maar wat mij daar best wel veel ontrust, Kees en Ab, is dat er wordt een taal gebruikt die ons als het ware laat geloven dat dit allemaal goed gaat. Wat ik een heel interessant debat heb gevonden was dat Omtzigt zei voortdurend, ja, maar de rechtsstaat moet verzekerd worden. Alsof er één eenduidige definitie is van de rechtsstaat. Maar de rechtsstaat van meneer Schoof is een andere rechtsstaat dan mijn rechtsstaat. Ja. Die heeft een opvatting van rechtsstaat die gevoed is vanuit zijn werk van surveillance en spioneren. En controleren en immigratie dempen en IND en zo. Dat is een bepaalde achtergrond. Daar denken mensen op een bepaalde manier over de rechtsstaat. En daar zijn ze ook altijd heel erg bereid om de randen van de rechtsstaat op te zoeken en daar zelfs even overheen te gaan. Dat behoort, dat is goede business. Ja. Zo doe je dat. Dus dat. De manier. Dan zeg je, ja, maar ze hebben allemaal verklaard. En ja, maar dat. Hoe kun je nou toch in hemelsnaam denken dat dat wat voorstelt? Die mensen, net zoals dat zeer racistische en anti-islam ideeën gewoon in de ijskast zetten. Ja. Dat daar dan ook mee leven. Zeggen, nou, als hij het in de ijskast heeft gezet. Maar die ideeën, je kunt geen ideeën in een ijskast zetten. Nee. Nou ja, het zou gemakkelijk zijn. Nee, die ideeën blijven. Nou ja, wat je ik kan vrees, taboe verklaren. Wat ik vrees. Ja, maar dat is ook niet gebeurd. Nee. Ze moeten op een of andere manier uitdrukking geven aan een. Kijk, er is in de Nederlandse samenleving natuurlijk een groeiende onvrede. Vooral in allerlei kleine dorpjes op het platteland. Dat opeens oude hotels bevolkt worden door mensen die men helemaal niet kent. En dan in aantallen die zich niet normaal verhouden tot daar al wonende bevolking. Nou, die onvrede die is op een of andere manier geoogst door Wilders, doordat hij een onvervalst anti-islam, en dat wordt, men identificeert de binnenkomers met de islam, enzovoort. Terwijl Baudet, die ooit ook begonnen is op dat thema, kennelijk dat niet heeft kunnen verkopen. In ieder geval, er moet dus op een of andere manier uitdrukking worden gegeven om niet een al te grote crisis te vroeg te laten ontstaan aan dat gevoel wat door Wilders is binnengehaald, geoogst is. Ja, ja. Schoof is daar volgens mij, hij heeft daar geen enkele affiniteit mee. Die wil alleen maar controle over de maatschappij houden, ongeacht wie die is. Nou, wat ik interessant vind, uit onderzoek blijkt steeds weer dat percentage van bijna elke bevolking dat denkt zoals Wilders denkt. Dat is meestal 15% of 20%. Ja. Die kunnen toch een meerderheid worden, omdat ze gefaciliteerd worden. En daarin zit ook het kwaad, vind ik, van Pieter Omtzigt. Dat valt hem ernstig te verwijten. Ja, maar je kunt ook zeggen, heeft dat mede gefaciliteerd? Nee, maar volgens mij. Het was helemaal geen noodzaak voor dit kabinet. Het had anders gekund. Nee, maar volgens mij wat er speelt, wat er duidelijk een gevoel is, wat breder is, is het gevoel van immigratie. Dat speelt bij de NSC en bij de VVD ook. Dat er te veel immigratie is. En er is maar een heel beperkte groep die zegt, het probleem is islamitische immigratie. Ja. Want een hele grote groep vindt de 100.000 Oekraïners die we nu hebben ook eigenlijk een probleem. Ja. Er is een algemeen gevoel over, er zijn te veel mensen, die komen hier binnen. En die moeten allemaal gehuisvest worden, daar hebben we helemaal geen geld voor. En mijn
zoon en dochter kunnen geen woning meer vinden. Ja. Of kamer meer vinden. Ja. Dat is meer het gevoel dan het anti-islam gevoel. Dat anti-islam gevoel is denk ik... Ja, dat ligt bij Wilders en bij sommige mensen in die kring heel sterk. Maar dat is maar bij een heel beperkt aantal mensen speelt dat. Want de meeste mensen die denken, ja, dat jij islamiet bent, vinden allemaal best als ik er maar geen last van heb. Als ik mijn auto maar kwijt kan. Ja, ja. Ja, dat is het traditionele Nederland. De Nederlandse samenleving is in principe, volgens mijn heiligste overtuiging, niet racistisch. In de zin dat men algemene eigenschappen toekent aan bepaalde groepen van de bevolking. Maar als je even één ritje met de auto maakt, of als je ergens naartoe wil, of wat dan ook, dan krijg je wel het gevoel, nou, we zijn wel met heel erg veel langzamerhand. Mm. Vorig jaar zijn er 160.000 auto's netto bijgekomen op het Nederlandse wegennet. Nou, dat, ik kan je verzekeren, dat merk je. Ja, we hebben net een aanrijding gehad, dus het is nog een beetje dramatisch. Ja, nee, maar weet je, dat ziet iedereen. Maar als die mensen fatsoenlijk zouden weten auto te rijden, dan was het niet zo'n probleem. Nee, dat gaat niet om. Ze hebben in de meeste gevallen helemaal geen auto. Ja. Nee, waar het om gaat is, de maatschappij is niet racistisch. Maar de ongebreidelde immigratie, zoals die nu in alle landen. Ik ken mensen in Frankrijk die precies hetzelfde verhaal hebben. En daar is helemaal geen over. Daar vind ik wel een beetje raar, want je kan zeggen... Dit land met die 18 miljoen mensen, dat zijn er wel heel veel voor dit kleine grondgebied, als we ook nog natuur willen hebben. Maar in Frankrijk, daar staan hele dorpen leeg. Laten we wel wezen. Ja, dorpen, en in Polen en op de Balkan. Ja, maar mensen zijn er niet alleen. Die moeten ook werken, die moeten een school, die moeten een infrastructuur hebben enzovoort. Wij zijn in Italië geweest net. Tot in de hiel. Kan je verzekeren, het probleem is daar levensgroot. Op elk station zitten 10, 20 zwarte jongens van rond de 20. Die hangen daar met een telefoontje, dat hebben we meestal. Ja. Of ze staan in de grote steden, gezonde, capabele jongens. Staan daar zinloze speeltjes aan toeristen te verkopen. Met veel te veel. Dan denk ik, moet je eens voorstellen dat deze lui... ik zag de toespraak van Traoré, de kolonel in Burkina Faso. Mm. Dan denk ik, moet je eens nagaan. Als deze man, die een verhaal houdt tegen het imperialisme... als die lui gewoon terug kon halen... en hun ondernemingszin, hun gezondheid, hun energie kon inzetten... voor het opbouwen van de eigen maatschappij... dan gingen we een andere wereld tegemoet. Als ze rondhangen op een plein in Milaan... Nou, ik moet je zeggen, ik word daar niet vrolijk van. Nee, wij hebben niet veel Afrikanen. Maar laten we dan nog even gaan naar een iets bredere loop. Hè. We komen nu al in Europa. We hebben de Franse parlementsverkiezingen gehad. Het Nouveau Front Populaire met Mélenchon als toch de meest pregnante figuur... heeft hij gewonnen. Hè. Mélenchon is van... La France Insoumise. En de opkomst van Nieuw Rechts in Rassemblement National heet dat, hè, van mevrouw Marine Le Pen, heeft toch wel fors gewonnen, hoewel ze niet de meerderheid hebben gekregen. Nee. Hoe kijk jij daarnaar, Cees? Nou, een enorm groot probleem. Extreem rechts, als je dat zo wilt noemen, heeft toch duidelijk, zeg maar, vooruitgang gemaakt en gewonnen. Niet zoveel als ze zelf gehoopt hadden. Mm-hmm. Macron heeft gegokt. En voor zichzelf heeft hij verkeerd gegokt, denk ik. Mm-hmm. En dan krijg je een links front. Wat er heel erg aardig uitziet. En als je dat, het eerste wat je daarvan hoort, dan denk je als zelf linksdenkende, dit is prima. Maar als je er dan wat preciezer naar gaat kijken, dan blijkt dat een zootje ongeregeld te zijn. Mm. Van allerlei partijen die het op een heleboel punten volstrekt met elkaar oneens zijn. Dus met het grote risico dat zo snel mogelijk toch uit elkaar valt. Ja. En dat vind ik wel een groot probleem. Ook met het Nederlandse, het kabinet wat we nu hebben, dan denk je, ja, als je er naar kijkt, dan denk ik, op zijn Amsterdam zeg je dan een soortje ongeregeld. Geen team. Niet mensen die echt veel met elkaar hebben. Als je ziet wat er al gebeurde tijdens de besprekingen in de Tweede Kamer. Hoe ze zich tegen elkaar afzetten. Ja. Misschien betekent dat ze snel over hun eigen veter struikelen. En dat is dan misschien maar te hopen. Ja. Maar daar schiet je weinig mee op. Ik had toch gehoopt dat er een links front zou ontstaan in Frankrijk wat hechter was.
Zodat je echt ook voor een langere tijd, want het heeft natuurlijk geen enkele zin om voor 2-3 jaar wat te proberen. Ja. Wat denk jij, Kees? Hoe keek jij naar de overwinning? Om te beginnen is zowel voor Nederland als voor Frankrijk en helemaal voor een heleboel andere landen, is het dringend nodig om onze etiketten te wijzigen. Namelijk, links is helemaal geen links. De industrie is verdwenen. Frankrijk bijvoorbeeld heeft met het verkopen van Alstom, die maakt centrales en locomotieven enzovoort, hebben ze het laatste civiele grote beroemde Franse bedrijf verkocht aan deels General Electric, deels Siemens. De rol van links daarin, die zie je dus niet alleen dat de industrie afgebroken wordt en er steeds minder arbeidsplaatsen komen, goed betaalde arbeidsplaatsen voor kwaliteitswerk, maar je ziet ook dat er is een verslag van de discussie die plaatsvond over Alstom. Daar zei François Hollande, ook iemand die dus verkozen werd tegen Sarkozy omdat hij had beloofd een einde aan de bezuinigingspolitiek. De ex-president van de Parti Socialiste, de ex-Franse president. Ook weer nu in de campagne van het Nouveau Front Populaire van stal werd gehaald. Nou, dan moet je weten wat zijn reputatie bij het grote publiek is. Maar hij hield toen, om zijn bezuinigingsbelofte waar te maken, moest hij even naar Berlijn. Hij kwam terug en de bezuinigingsbelofte was vergeten. Want dat heeft Merkel hem toen wel uitgelegd, dat niet kon. Toen heeft hij een vergadering, daar is een verslag van, veel later natuurlijk. Macron was daar economisch adviseur. Toen zei Hollande, is dat nou wel een goed idee om onze laatste kroonjuweel van de civiele industrie te verkopen? Ja, natuurlijk, zei Macron, staat op papier en het verslag. We zijn geen planeconomie. Nou, de stemming werd gehouden. Alstom is verkocht. Nu heeft Frankrijk alleen nog een wapenindustrie. Met alle kwalijke implicaties en gevolgen van dien. Nou, dat moet je allemaal bedenken. Dus wat is er nou eigenlijk links aan dat gezelschap? C zegt het al. Kijk, Mélenchon, daar kan ik wel mee overweg. Hè? Al is dat een enorme demagoog, hoor. Onderschat dat niet. Hij is ook een Zijn wij positief over deze figuur Mélenchon? Ja, nou ja, in de omstandigheden. Maar hij vertegenwoordigt absoluut niet. Er was al een enorme ruzie, omdat het nieuwe Volksfront moest het eens worden over voortzetting van de steun aan Oekraïne tegen Rusland. Dat was allemaal akkoord. En Mélenchon werd als laatste gevraagd, nu moet je ook nog een verklaring afleggen dat je Hamas als terreurorganisatie beschouwt. Toen zei hij dat weigering. Ja. Maar dat was niet representatief voor het hele front, want bijna over de hele breedte is het zogenaamde links enzovoort. Is dus eigenlijk pro-Israël, geeft Israël allerlei. Ja, in pro-Israël, pro-Europa en anti-Russisch. Nou, op dezelfde gronden moet je zeggen, Marine Le Pen is daarom eigenlijk de vervangende proteststem, omdat de bevolking zozeer in de steek is gelaten door de mensen van wie zij historisch verwachten dat ze hen te hulp zouden komen. Zij is in mijn ogen absoluut geen fascist, omdat haar vader, die dat zeker was, als oud Algerije strijder, die heeft zelfs zijn dochter onterfd en gezegd, jij bent helemaal geen echte rechts. Hij vindt haar veel te algemeen. Nou, zo is het in Nederland ook. Kijk, in dat Kamerdebat schijnt heel veel gezeur te zijn over het fascisme van het, en dan een antifascisme wat daar tegenover staat, van Wilders. Maar ook Wilders vind ik wel een hele vervelende vent met zijn gezeur over islam. Maar ik beschouw dat niet als fascist. Dan moeten mensen echt nog eens wat gaan lezen over wat dat betekende in de jaren 30. Nee, dat zou sowieso een aanbeveling zijn. Ja, aan heel veel mensen. Ja, en vooral aan journalisten. Nou, maar dat hoort er niet meer bij, hoor. Nee. Het gaat om morele oordelen. Ja. Die je van tevoren al hebt en die je door, niet door feiten laat tegenspreken. Maar zou je nou niet zeggen, zeker op het moment dat het zou gaan over bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, dat er eigenlijk een raar soort alliantie zou kunnen ontstaan tussen partijen die we dan wij zien als extreem rechts, Le Pen, maar ook het AfD in Duitsland, en aan de andere kant partijen die wij zien als extreem links, Mélenchon van Ansumise en natuurlijk ook Sarah Wagenknecht, Boendit Sarah Wagenknecht, die uit die linker is gestapt. Ja. En overigens ook Podemos in Spanje
De vijf sterrenbeweging is, de linkse beweging in Italië is gebroken. Tegelijkertijd aan de rechterkant heb je meneer Salvini in Italië van Lega Nord. Met andere woorden, is het niet heel erg raar dat er een soort verbintenis is tussen extreem linkse partijen die voor op sommige punten overeenkomen met extreme rechtse partijen en je daar eigenlijk een soort boetnis zou kunnen verwachten op die punten. Cees. Ja, je vraagt of dat eigenaardig is. Ja, dat is. Nee, maar is dat eigenaardig en geeft dat ook niet andere mogelijkheden? Ja. Ik bedoel, dat is toch ook een mogelijkheid om, laten we zeggen, een vredesbeweging vorm te geven. Ja, precies. Als we dus van die oude etiketten af zouden kunnen. Die is duidelijk dat die niet meer werken. Nee. Dat we op een nieuwe manier moeten leren denken over de politiek en wat we met de politiek willen en waar we naartoe willen. Ja. Hm. En dat het er vooral om gaat dat je zegt, dit willen we. Dit is een wereld die we willen. Hm. En daar zoek je de mensen bij die dat ook willen. En dan zal het mij ook betrekkelijke zorg zijn of ze ooit zeg maar recht zijn geweest of ooit links zijn geweest. Precies. Maar als ze mee willen doen met die beweging. We stonden een poosje geleden met elkaar voor het Centraal Station in Amsterdam om voor de vrede te pleiten. Nou, dan ben ik niet geïnteresseerd in waar die mensen allemaal vandaan komen. Ik wil alleen maar dat ze allemaal zeggen, wij gaan onderhandelen. En met wapens hebben we niks. En deze oorlog is niet onze oorlog. Ja. Nou, dat is een beweging waarvan ik denk dat die uitermate belangrijk is. En als je die op gang kunt krijgen, met allerlei figuren, ook soms met figuren waarvan je denkt, nou ja, daar zou ik nou liever geen borrel mee willen drinken. Ja. maar die staan wel voor datzelfde. Die willen dat bereiken. Zonder dubbele agenda's. Ja. Maar dan moet dus het hele politieke stelsel. Ja. Moeten we met elkaar over nadenken. En dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. We sukkelen alsmaar gewoon verder. Nou ja, de vraag is natuurlijk. Kijk, het rare is. Kees, de oude neo-marxistische professor Kees van der Peil. En ik, die toch ook van klassiek links kom, zitten niet voor niks vorige week aan tafel met het toch extreem rechtse Forum voor Democratie. En die mensen hadden ons niet voor niks uitgenodigd, want die wilden overleggen over bepaalde aspecten. Ja. En je merkt dat zeker als het gaat over de oorlog in Oekraïne en het vredesperspectief daarin, maar eigenlijk ook grotendeels over de kritiek op de Israël-Gaza-oorlog, dat er veel punten van overeenkomst zijn. Ja, maar we moeten natuurlijk nog wel bedenken, dat heb ik op het laatst daar ook nog proberen te zeggen, dat er moet, kijk, die etiketten moeten overboord. Dus extreem links bestaat niet meer, extreem rechts is er eigenlijk ook niet, omdat de mensen moeten maar eens gaan kijken wat een fascist is. Moet je naar Oekraïne kijken, je moet naar Israël kijken. Daar zie je het ongebreidelde geweld, de minachting voor andere mensen, ga zo maar door. Maar er moet meer zijn dan een aantal gelegenheidsthema's, ook al zijn dat overlevingsthema's geworden, die oorlogkwestie. Maar bijvoorbeeld het sociaal conservatisme. Ik heb veel mensen ontmoet in mijn leven die ik zelf als voor links versleet en die dan als ze bij gelegenheid iets wilden vertellen over hun politieke opstelling, vertelde dat zij sociaal conservatief waren. En dat ben ik eigenlijk ook. Dat wil zeggen, ik vind dat een school er is om dingen te leren. Ik vind dat mannen en vrouwen dat die verschillend zijn. En dat wie het anders wil invullen, die heeft daartoe de vrijheid. Maar dat gaan we niet tot de regeringspolitiek of onderwijspolitiek verheffen. En zo zijn er nog een heleboel goede voorzieningen op het elementaire niveau. Ga zo maar door. Zo kan je heel makkelijk een programma maken wat over het dagelijks leven van mensen gaat en wat daarom essentieel politiek is. Ja. Kijk, Oekraïne en Rusland is voor de meeste mensen, zolang ze hun auto nog kwijt kunnen bij wijze van spreken, echt heel ver van hun bed. Ja. Kijk, voor ons is dat een levenszaak. Maar de meeste mensen zullen dat pas in de gaten krijgen als het echt uit de hand zou lopen. Dus ik vind die etiketten moeten eruit. En zoals C zegt, het systeem moet vernieuwd worden. Wij hebben geen geheim recept meegebracht. Maar we moeten niet de huidige verhoudingen blijven benoemen alsof die oude etiketten nog steeds 100% treffzeker. Nee, daar ben ik het mee eens. Ben jij ook sociaal conservatief? Zou jij jezelf zien als sociaal conservatief?
Dat is wat Kees zegt. Ja, ik voel dat niet dat zo. Dat wil zeggen, behouden van de dingen waarop ons leven altijd gebaseerd is. Nou ja, ik hou wel van erfgoed, geschiedenis. Nou, kijk eens dan. Ja, dat is de klassiekers. Maar ik zou mezelf niet... Ik ben, als het gaat over heel veel dingen, ik noem maar even wat... abortus, euthanasie, moderne relaties, moderne kunst, ben ik ook wel heel erg progressief en experimenteel, als ik eerlijk ben. Ja, ik ook. Maar ik ben ook voor vrede, toevallig. Ja, en links is tegenwoordig voor oorlog, dus ik weet niet meer waar ik heen moet. Nou, precies, daar moet je om te beginnen dat etiket links daaruit gooien. Ben jij het daarmee eens, of niet? Ja, maar daar moet je dus vanaf. Maar ik denk dat het begrip conservatief is natuurlijk ook geweldig misbruikt, omdat het voortdurend geïdentificeerd is met rechts en zelfs met extreemrechts. Ja. Echt conservatief zijn betekent gewoon dat je goede dingen die er in elke samenleving zijn, probeert te behouden. Ja. Maar er zijn ook een heleboel goede dingen in de samenleving waarvan ik denk, die hoeven we helemaal niet behouden te blijven. Er is een erfgoed wat de moeite waard is om niet weg te gooien, maar er is ook een erfgoed waarvan ons koloniale erfgoed, dat kan zo snel mogelijk weggespoeld. Ja. Je kan zeggen dat de herinnering daaraan, de reflectie daarover moet blijven bestaan. Ja, toch? Dat vind ik ook net zo. Daar leer je van. Leren we ook van. Ik bedoel, onze geschiedenis. Dat is wel een hele naïeve opvatting dat je daarvan leert. We leren helemaal niks van de geschiedenis. Nee, maar ik bedoel... De bedoeling dat we daar Max ons toe verhouden. Dan leer je iets waar je ook weer andere dingen voor moet weten. Ja. Je moet namelijk wel weten waar hij het dan over heeft. Ja. Nee, want ik vind dat wel belangrijk. Ook in het kader van wat jij eerder zei, dat de samenleving fundamenteel niet racistisch is. Ik denk dat de Nederlandse samenleving niet echt racistisch is, maar vooral indifferent is, onverschillig is. Ja. Er was nooit wat aangetrokken van degene die we koloniseerden, in tegenstelling tot anderen. Wij wilden de Indonesiërs nooit echt bekeren om Nederlanders te worden. We lieten heel veel van het onderwijs en de muziek en de dansen en zo mochten ze allemaal zelf regelen. Dat deden we ook in Suriname. Maar er zijn andere kolonisatoren geweest, vooral de Fransen, die vonden dat je moet allemaal Frans worden. Ja, ja. Allemaal onze eigen taal spreken, onze eigen muziek mooi vinden, onze eigen cultureel erfgoed delen. Dus wij zijn er altijd wat gemakkelijker mee omgegaan. Maar dat laat onverlet dat er in Nederland toch altijd door de geschiedenis heen ook heel veel wat je noemt alledaags racisme altijd is geweest. Ja. Maar sociaal conservatief, ja, alweer, dan praten we alweer over behoudend. Behoudend, ja. Nee, maar dan is het niet zo direct een politiek etiket. Ja, nee, maar ik kom uit de hoek van de zeer progressieve christelijke sociale ethiek. De Wereldraad van Kerken in de 80e jaren. Ja. Ik voel erg veel voor het anticapitalistisch standpunt. Wat ik dus in deze hele discussie merk, dat iedereen ervan uitgaat dat alles wat we willen moet allemaal gerealiseerd worden binnen het kader van wat Nancy Fraser, een van mijn favoriete auteurs, zegt. Wie is Nancy Fraser? Nancy Fraser, een feministe, die veel over politiek heeft geschreven en een mooi boekje heeft geschreven, Cannibal Capitalism. Hmm. En ze zegt, het grote probleem van het kapitalisme is, het is een cannibalistisch systeem. Het eet zijn eigen kinderen op, het eet zijn eigen cultuur op, het eet democratie op. Hmm. Het eet rechten van vrouwen op. Hmm. Nou, ik vind, daar zouden we ook eens met elkaar over moeten praten. Want dat is natuurlijk ook waar de media altijd geweldig tekort schieten. Media mogen kritisch zijn als het om een nieuw boek gaat en om een nieuwe film gaat. Maar systeemkritiek, daar doen we niet aan. Dat is in de wetenschap langzamerhand ook verdwenen. Oh ja, He? De universiteiten zijn in dat opzicht gelijkgeschakeld. Ja. Dat is goed als de openbare ruimte. Maar daar moet de discussie eigenlijk over gaan. Ja. En dan vind ik het heel erg interessant dat de Wereldraad van Kerken, dat zijn dan de protestantskerken in de wereld, en het Vaticaan, die doen anticapitalistische uitspraken van een kracht, van een levensbedreigend systeem. En dat vind ik mooi, want dat spreekt mij dan aan. Ik denk, ja, daar wordt gezegd wat er werkelijk misgaat. Ja. Maar dan zie je dat vervolgens ook helemaal nergens wordt opgepakt. Nee. Omdat het kapitalisme is nog steeds hegemoniaal. Terwijl de kern van het begrijpen van de crisis is dat de politieke crisis hangt samen met het feit dat het economisch systeem ook niet meer werkt. We zijn bezig de middenklasse uit te roeien. Het klein winkelbedrijf of het kleinbedrijf uit te roeien waar de meeste werkgelegenheid zit. Dus de hele inkomensstroom waarop een maatschappij drijft, die wordt eigenlijk onderbroken. En vervangen door uitkeringen. En hoe beoordeel jij het volgende onderwerp, de Labour-overwinning en de nieuwe Labour-regering in dat
in dat verhaal? Nou, in de eerste instantie wil ik graag het Engelse kiesstelsel feliciteren met de schitterende overwinning. Om namelijk aan een partij die 34% van de stemmen heeft gehaald in Groot-Brittannië, 65% van de zetels in de House of Commons. Dat is knap. Dat is klassewerk. Ja. Ja. Nou, mijn privé-theorie is dat... Is dat niet, om daar nog even op terug te komen, want dat is het gevolg van het districtenstelsel. Ja. In Groot-Brittannië, dat districtenstelsel hebben ze in Frankrijk hebben we ook mee te maken gehad. Hetzelfde probleem. En er zijn meer landen. Moeten we niet zeggen, dat districtenstelsel is eigenlijk toch wel heel erg outdated. Het komt uit een tijd waarin een samenleving veel gedecentraliseerder opereerde dan in de huidige tijd. Ja, dat is zo. Maar zijn wij critici van, toch wel zware critici van het districtenstelsel? Ja, maar goed, dat was even terzijde over het kiesstelsel. Kijk, het belangrijkste is, Jeremy Corbyn, die had aan de, een man die zijn leven lang gestreden heeft voor de Palestijnse rechten, tegen alle vormen van racisme, die werd beschuldigd van antisemitisme. Ja, Jeremy Corbyn voor het publiek is de oud-Labour-leider en die komt van... Van de backbench. Radicaal links en meneer Starmer, die nu de macht heeft, is meer gevestigd establishment links. Ja. Nou, nee, dat links kan je hier ook weer helemaal aflaten. Nee, hij was eigenlijk een tegenhanger van Schoof. Namelijk, hij was... Schoof was op het laatst secretaris-generaal van Veiligheid en Justitie. Starmer was het hoofd van het Openbaar Ministerie in Engeland, de Crown Prosecution Service. Ja. En mijn persoonlijke speculatie, dus die mag doorgestreept worden, is dat de vrijlating van Assange niet te begrijpen is zonder de Engelse verkiezingen. Namelijk, het was Starmer die op een gegeven moment, eerst had men in Zweden dus een valse beschuldiging tegen Assange ingebracht, dat hij zich misdragen had met twee dames. En op een gegeven moment hebben de Zweden gezegd van, laten we hem ophouden. Er was intussen een Europese arrest warrant uitgegeven. Die komt voort uit de oorlog tegen de terreur. Ja. Om Assange geen rust meer te geven. De Zweden zeiden, nu is het wel mooi geweest. Want die wisten natuurlijk, het is allemaal helemaal niet waar. Ja. Toen kwam er een brief van Starmer aan de Zweedse justitie. Waarin hij zei, you're not getting cold feet, are you? Je krijgt toch geen koud watervrees. Nee. En dat was omdat hij wilde niet toestaan. En die brief zou zeker boven water zijn gekomen in de hitte van de verkiezingsstrijd. Maar even voor mijn begrip. Starmer was de secretaris-generaal van de Britse... Nee, een vergelijkbare functie. Hij was het hoofd van het Openbaar Ministerie. De Crown, hij was de baas van de Crown Prosecution Service. Dat is en daarmee het Openbaar dus ook Ministerie. Verantwoordelijk voor het feit dat meneer Assange 5 jaar daar in Belmarsh moet zitten. Ja. En niet alleen verantwoordelijk, actief. Dus op een moment dat het over had kunnen waaien, heeft hij ingegrepen om te zeggen... Is het niet zo, mijn inschatting daarvan is, Amerikanen hebben gezegd, we willen hem 5 jaar laten zitten... En toen hebben ze gezegd, oké, als je nu schuld bekent, dan veroordelen we je tot 5 jaar, dan mag je gelijk gaan. Ja, dat weet is dat niet, dat weet niet de achtergrond ook? Nee, dat lijkt me niet, omdat het was echt in handen van Engeland op dit moment. En Amerika speelde op de achtergrond. Misschien dat hun verkiezingscampagne ook heeft meegespeeld. Maar dat laat ik even terzijde. Belangrijk is nog, Corbyn had, nadat hij... in de partij was gekomen, aan de partijtop. Hij is altijd backbencher geweest. Toen hij aan de leiding kwam, toen heeft hij een enorme groundswell van stemmen en leden voor Labour. Dus mensen die ik zelf ken werden prompt lid van Labour, want die dachten, nu gaat er iets heel anders gebeuren. Affiches werden voor niks gemaakt, noem alles maar op. Hij had bijna 13 miljoen stemmen bij de eerste verkiezing waar Corbyn meedeed. Mm-hmm. Starmer heeft de hele partij gezuiverd van alle critici van Israël met name. Hmm. Alles wat naar links riekte. En heeft nu een kabinet waarvan de helft subsidies krijgt van het Engelse CD. Dus de pro-Israël lobby. Dat is, en Starmer heeft 9 miljoen stemmen gehaald. Dus dat is 3 miljoen minder dan Corbyn. Dan Corbyn. Ja.
Zo, dat zijn volgens mij... Starmer heeft veel minder stemmen gekregen dan Corbyn. Want er wordt gezegd dat Corbyn een historisch verlies destijds leed. Althans, dat zegt de mainstream media. Nou, ik durf niet meer te zeggen in welke verhouding dat toen stond tot conservatieven. Dat zou ik na moeten kijken. Jouw reactie op de Labour-overwinning in Groot-Brittannië? Ja, het is weer een beetje terug naar onze eerdere discussie. Als je je nog voorstelt dat Labour een soort van ouderwetse sociaal-democratische partij zou zijn, dan ben je buitengewoon gelukkig met die overwinning, hoe die dan ook precies geconstrueerd is. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is met ook de huidige politieke leider van Labour. Het is op zijn best centrum. Alhoewel dat ook, dan gebruik je toch weer even een label. Maar je kunt zeker niet zeggen, dit is nou echt, zeg maar, een stukje sociale progressief beleid kun je daarvan van verwachten. Dat is, maar misschien is het is natuurlijk altijd wel goed voor interne verhoudingen wanneer een partij die langdurig aan de macht is, eens even op de plaats wordt gewezen. De Tories waren zo lang aan de macht. Jullie hebben het nou zo lang gedaan en het is wel goed. Daarbij was het in de Oekraïne-oorlog wel de meest oorlogszuchtige en oorlogshitsende groep binnen het hele spectrum. Ja, maar je ziet wel vaker bij verkiezingen dat wij even vermoeden dat het een mooie winst is voor een progressieve richting. Het eigenlijk voornamelijk het verlies van bepaalde partijen is. Omdat mensen daar genoeg van hebben gekregen op een aantal redenen. Het ongenoegen met de politiek of de teleurstellingen of wat anders, andere verwachtingen. En die partij verliest dan en daardoor komt een andere partij er beter uit. Maar niet noodzakelijkerwijs omdat de hele bevolking ineens en masse heeft gezet. Net zoals de Frankrijk niet ineens en masse hebben gezegd. Nee, we willen een hele progressieve andere politiek. Een echte mooie sociaal, maar zelfs misschien socialistische politiek. Nee, daar is geen sprake van. Oké, gaan we volgende onderwerp. VS. We hebben een CNN-debat gezien tussen Biden en Trump. Biden heeft nu geprobeerd, Biden staat onder hoge druk, die heeft net op de NAVO-top van 9 tot 11 juli geprobeerd om zijn aangetaste gezag te herstellen. Hoe kijken we daarnaar en wat zien we als de toekomst? Kees. Ja ik wou het liefst eigenlijk dat Cees hier iets over zegt. Oké, laat Cees het eerste punt is dat je wel het hele debat moet zien. En dan zie je in het hele debat dat inderdaad het een paar keer helemaal misgaat met Biden. De afwezigheid en de gebrek aan concentratie. En het niet op kunnen tegen het geweld, verbale geweld van Trump. Maar je ziet het op een heleboel punten, zoals rondom het abortusbeleid. Hij hele zinvolle dingen wist te zeggen. En die verdwijnen dan vervolgens uit het media. Lawaai. Dan heb je de indruk, als je alleen maar de krant erop zou hebben nageslagen, dan heb je de indruk, of de televisie, dat volstrekt mislukt is. Ja. Maar in het grootste deel van het debat ging het eigenlijk vrij goed. Geen krachtige man. Maar wel een wonderlijk debat tussen iemand die echt duidelijk kenmerken van ouderdom begint te vertonen. Tegenover iemand die nog kennelijk erg vitaal is, maar die vitaliteit vooral uit door te schelden. Het was bijna, zeg maar, dat hele debat door een scheldpartij buitengewoon onfatsoenlijk. Dan is de vraag, is er een andere democraat in de Verenigde Staten? Want dan gaat het natuurlijk om. Het gaat er natuurlijk om, denk ik toch vanuit democratisch perspectief, dat je probeert Trump te verslaan. Dat hij niet nog weer een keer een kans krijgt. Maar zijn daar dan geschikt? Biden heeft zelf gezegd, ik ben de enige die Trump kan verslaan. Ja, dat is zeer de vraag. Maar de vraag is wel of andere democraten en wie denk het beter nou zouden doen. Nou, de vice-president Kamala Harris. Maar dat is niet de beste kandidaat, zei ja, mijn beste kandidaat is Robert Kennedy. Ja. Omdat er dat ook? De enige is die onafhankelijk is en die hele kritische dingen zegt. Ja. En vooral opkomt voor de gezondheidszorg. Want de Verenigde Staten zijn wel het meest ongezonde land in de wereld. Ja. En daar moet echt wat aan gedaan worden. Ook aan het hele systeem van de gezondheidszorg. Nou, hij wil ook vrede met Oekraïne, begrijp ik. Dus daar hou ik ook nogal van. Kees? Ja.
Nou ja, ik heb pas The Real Anthony Fauci gelezen van Robert Kennedy. Ja. En daar was ik heel erg van onder de indruk. Maar ik heb ook een film gezien waarin hij op bezoek gaat bij zijn zionistische vrienden in Amerika. En ook uitlegt wat zijn standpunt daarover is. En ik zou zeggen dat hij in zijn blinde steun voor Israël nog wel aanmerkelijk verder gaat dan Biden. Nou. Dus voor mij is eigenlijk de eerste... Maar hij staat ook op dit moment zo, als je de enorme ravage in Gaza ziet, ondersteunt hij dat? Ik kan me dat niet goed voorstellen. Nou, ik kan me het niet voorstellen, maar ik heb hele verder... Toen er kort voor dat, voor 7 oktober zal ik maar zeggen, een aanval was van het Israëlische leger op het vluchtelingenkamp in Jenin op de Westbank. Toen kwam Robert Kennedy op de tv om te zeggen... Het was heel goed en daarbij zijn enorme misdaden begaan. Toen kwam Kennedy op de tv om te zeggen, Jenin was een bomfactory. En toen dacht ik van nou, dat belooft niet veel goed voor als het elders ook nog eens een keer mis zou gaan. Nou ja, inmiddels weten we dat. Voor mij is de eerste kandidaat die ik serieus neem, is de Jill Stein van de Green Party. Omdat zij, die is ook oud, maar ziet er verrassend goed uit. Volgens mij is ze ook ver in de 70. Maar ja, die is kansloos. Begrijp je? Kennedy is ook kansloos. Maar is niet. Trump is een Mussolini-karikatuur. Maar is niet toch een van de problemen, Kees, moet ik zeggen, van Biden, wat ik echt wel echt een rampenplan vind op het buitenlands beleid. Want hij heeft 2 oorlogen. De een, de oorlog Oekraïne-Rusland, loopt die gewoon te escaleren. De andere oorlog... kan je niet zeggen dat Israël Gaza, hij die escaleert. Maar in ieder geval laat hij hem toe en doet hij er niks aan. En er is een lopende band van 500 pond bommen die non-stop geplogen Maar goed, dat zijn allemaal traditionele relaties. En dan is het zo, dan kan je natuurlijk je heel sterk afzetten tegen Trump. Maar goed, heel veel mensen in de vredesbeweging zeggen nu, Trump is onze enige kans om deze dreigende derde wereldoorlog, Oekraïne-Rusland, gewoon de stekker eruit te trekken. En dat heeft hij ook aangekondigd. Ja, maar hoe de kijk derde wereldoorlog. Nou ja, ik kijk daar een beetje bevoordeeld naar, omdat ik een halve Mexicaan ben. En het beleid, zeg maar, rondom Mexico, dat verdient geen schoonheidsprijs. Nee, dat kan me wel voorstellen. Op Biden gaan, maar Trump zeker niet. Dat is een gevaarlijk beleid. Dat zou heel Latijns-Amerika weer... En de voortdurende steun aan de verkeerde mensen in Latijns-Amerika. Ja. Dus, weet je, het is gewoon onvoorstelbaar dat een land wat zoveel macht in de wereld heeft... geen fatsoenlijke kandidaten tevoorschijn komen. Precies. Het is een armoede. Precies. En want er zijn heel veel Amerikanen die dat ook begrijpen en die daar erg onder lijden. Ja. Ik heb Amerikaanse vrienden die al begonnen toen Bush president was. Dat zei, you don't know how it is to live in Bush country. Ja. It's awful. Ja. To live in Trump country. In the country, you know, that's the number one country in the world. Dat is hoe de Amerikanen over zichzelf denken. Het Jeruzalem, dat op de wereld neerkijkt. Yeah. En als je dan ziet dat zo'n land niet er staat, en je ziet enorme talenten in dat land. Yeah. En de enorme capaciteit. Wat gaat er dan mis? Dat vind ik eigenlijk de meest interessante vraag. Ja, die verkiezingen zullen wel doorgaan en waarschijnlijk legt Biden het af, of misschien legt Trump het af. Maar wat ik veel belangrijker vind, is dat we ons gedachten maken. Hoe is het nou mogelijk dat je daar geen goede mensen voor krijgt? Ja. Mensen met verstand, met inzicht. Nou ja, maar goed, dit ook wel een beetje. Er zijn nu een aantal figuren, onder andere Nancy Pelosi vandaag, begrijp ik. Die gezegd hebben, meneer Biden, misschien moet je toch eens over nadenken om op te stappen. En dan dat we op de Democratische Conventie, ik geloof dat eind augustus is. Heb je haar wel eens horen spreken? Ja, nee, maar ze kan echt een team vormen met Biden, hoor. Als die twee met elkaar in gesprek gaan, dan kan je Monty Python aflevering. Dat is ook komisch, zeker. Ja. Maar ja, weet je, overigens het feit dat Biden problemen heeft met zijn geheugen en met zijn spreken is een vastval in een lange traditie van politieke leiders die ernstige psychologische, zelfs psychotische problemen hebben. Grootheidswaanzin. Nou, George W. Bush leed aan megalomania. Johnson leed aan wat dan tegenwoordig in de psychiatrie bipolaire stoornissen wordt genoemd.
grootman toch. Als, het is trouwens wel aardig dat Churchill altijd zei, ik hoop dat ik toch herinnerd word voor mijn bijdrage aan de oorlog en niet voor mijn constante depressie. Okay. Maar het was een ernstig psychologische. En een zware drinker, hè? Zware drinker, ja. Ja, nou ja. Dus, maar het is een lange traditie van mensen die toch tot het hoogste ambt zijn gekomen. En dat brengt me toch op het thema wat ik graag nog even als dat kan mag zeggen. Wat mij altijd heeft verbaasd. Als je een patattent wil beginnen, dan moet je allerlei examens doen. En dan moet je aan alle kanten gekeurd worden. Dat is niet meer. Nou ja, maar goed, er zijn een heleboel beroepen te bedenken. Ja, ja. Als je een auto wilt rijden, dan moet je een rijbewijs. Je moet zelf naar een medische keuring of zo, op een bepaalde leeftijd. Of je ogen nog wel goed zijn en zo. Ja. Dus er zijn allerlei momenten in de samenleving waarop we zeggen, hé, dat moet je niet zomaar gewoon laten gebeuren. En in de politiek geldt dat niet. Dus ik heb al jarenlang gepleit voor niet alleen maar een medische test, maar ook een psychologische test, voordat je überhaupt in de regering mag zitten. Want anders krijg je toch een soortje halve garen bij elkaar. Ja, je vindt eigenlijk de kwaliteit van mensen die dit land en zelfs de hele wereld besturen eigenlijk zodanig onder niveau. Onder de maat, als je ziet wat een talent we hebben in de wereld. Aan verstand en verstandig nadenken en kritisch nadenken en afstand nemen. Dat dan altijd, nee, de Grieken hadden daar een goede term voor, die noemden dat de kakistos. De slechtste en de onbekwaamste kwamen altijd naar boven. De Grieken zeiden dat het een kakistocratie. Ja. En wij leven dus in kakistocratieën. Ja. En noemen dat dan voor het gemak democratie, omdat het aardig klinkt. Dan wil ik toch nog even ook naar toch wat op dit moment volgens ons toch ook de zwaarste thema's zijn. Waarbij je bijna de irrationaliteit, de destructiedrift ziet. We beginnen Israël, Gaza en Rusland, Oekraïne. Laten we beginnen met Israël, Gaza. Het front, Hezbollah. Wat denk jij op het moment dat je daar nu over nadenkt? Ja, ik word zo. Elke dag komen dus beelden binnen van totaal verwoeste landschappen. Hiroshima-achtige scènes, maar dan over een veel groter gebied. Ja. De kinderen natuurlijk. En dan denk ik steeds, moet je dit nou doorsturen? Het is toch, je wordt er toch bijna misselijk van als je zo'n half verbrand kind ziet. En tegelijkertijd denk ik, als de media die er officieel voor bedoeld zijn. Ja, hier zit naast mij de grote kenner van deze problematiek. Als de media uitvallen. Ja, dan moeten de kleine, dan moeten wij ons steentje toch in de vijver blijven gooien. Om de mensen eraan te herinneren. Hier gebeurt iets wat absoluut niet mag gebeuren. Maar niet alleen in abstract morele zin. Maar ook in de zin dat als wij op de manier zoals het nu gebeurt in Gaza. Maar ook al in de Westbank en straks in Libanon. Alle regels die in de loop van anderhalve eeuw zijn opgeschreven van om het voeren van oorlog, als het dan toch onvermijdelijk wordt, toch in ieder geval aan bepaalde regels te laten houden. Al die regels worden op dit moment vervallen. En Israël gaat ongeveer per week. Dit is nou wat je noemt een genocide in de diepste betekenis van het woord. Namelijk, je roeit niet alleen de mensen uit. Volgens de Lancet, dus volgens een nieuwe telling, 186.000 doden. Dat is bijna 10% van de bevolking. Ik kan er zelf bijna niet geloven, maar Zij drukken dat af. Maar ook het verwoesten van de leefomgeving. Het bewust gericht uitschakelen van de hele medische sector. Het beschieten van ambulances en doodschieten van de ambulanceverzorgers. De vernietiging van de universiteiten. Gaza had een bijzonder hoge standaard van geletterdheid. Ja, dat is. Dat heeft consequenties die je ook niet meer met woorden als antisemitisme zo kan benaderen. Dit heeft consequenties die straks gaan gelden voor elke oorlog. Die natuurlijk ook in vergeten continenten zoals Afrika. En vergeet niet wat op dit moment in de Democratische Republiek Congo gebeurt. Is ook onbeschrijfelijk. Hè, waar de strijd wordt geleverd om voor de coltan, voor onze telefoontjes en. Is het niet raar ook als ik dit weer hoor, hè? Die verhalen kennen we, de beelden kennen we, dat je wel het gevoel hebt dat de mainstream media op dit moment, kritischer is geworden naar Israël en meer begrip en empathie toont naar Palestina.
Maar deze noodkreet, waar Kees dan enig beeld van geeft, toch niet uitdrukt. Niet zegt, het is schandalig, dit kan niet. Ja. Wat is jouw reflectie daarover? Dat ook niet laten zien, zoals de hoofdredacteur van de grote Nederlandse krant zei nadat die aanslag op de trein in Madrid. Dat zag er vreselijk uit. Maar daar zijn alle zeg maar, afgerukte ledematen zijn netjes gefotoshopt. Want zei deze hoofdredacteur, je wilt toch niet 's ochtends het muesli ontbijtje van je lezers bederven. En dat speelt nog steeds een beetje een rol. Je moet, maar ik vind dus dat het allemaal getoond moet worden. Hoe misselijk je daarvan wordt. Nou. Omdat ik het eens ben met Susan Sontag. Die daar lang over heeft nagedacht. Over fotografie. En die een poosje in haar leven heeft gedacht dat je eigenlijk mensen daartegen moet beschermen. En op een gegeven moment tot het inzicht kwam, vlak voordat ze ernstig ziek werd en overleed. Je moet juist het allerergste laten zien. Omdat je moet laten zien waartoe wij in staat zijn als mens. En bovendien moet het ook laten zien om daarmee als het ware de slachtoffers een plek te geven. Ja. Want die ontken je als je niet laat zien hoe ernstig het is. Hoe vreselijk dat ook, precies. Dat ook is. Maar is het ook niet nodig om daarbij in dit opzicht meer morele oproep te doen? En naar het beleid. Ja. En Nederland en de Verenigde Staten staan in het beleid toch nog pal achter Israël. Een groot deel van de bevolking niet, een groot deel van de media niet. Maar het beleid wel. Om dat beleid veel scherper te bekritiseren en aan te klagen. Ja. Vind je dat ook niet? Nou ja, in de opinierubrieken dan. Hè. Ik hecht toch wel, zeg maar, als oud-journalist nog steeds een beetje aan die wat ouderwetse scheiding inmiddels. Tussen feiten en opinie. Ik vind het wel belangrijk dat je als journalist in eerste instantie gewoon een verhaal vertelt over wat er gebeurt. En dat je dat zo goed mogelijk doet. Daar zitten allerlei haken en ogen aan, maar dat is je missie in de eerste plaats. Je missie is niet in de eerste plaats een morele missie, maar is wel een missie om dat te laten zien. Dan is het vervolgens aan de krant en aan het beleid van de krant om als hoofdredactie te schrijven. Wat wij rapporteren heeft wel als consequentie dat het beleid ernstig moet veranderen. Beleid wordt daar natuurlijk enorm op uitgedaagd. Ja, Kees, wat denk jij? Ja, nou ja, ik heb dus geen enkel vertrouwen meer in de. In Amerika heet het legacy media. Ik weet nooit wat die term betekent. Legacy. Media die echt tevreden zijn met zichzelf. Oh, oké. Okay. Nou, maar in ieder geval, die media die hebben wij de deur uit gedaan. En ik kijk wel eens af en toe even op de NOS-site om te checken of bepaalde thema's überhaupt doordringen. Maar ik zie dat in de alternatieve media de taboes, met name rond Israël, gewoon doorwerken. Dus de andere krant heeft deze week voor de vierde week op rij geen regel over Israël, Gaza enzovoort. En ik heb begrepen dat dat te maken heeft met de ingezonden brieven die hen bereiken. En ja, daar heeft Israël een enorm geolied apparaat voor. Ja. Waar ik zelf ook wel een slachtoffer van geworden ben op een gegeven moment. Dus ja, kijk, ze zei net al, boeken lezen is nodig. En je krijgt het gevoel dat er toch op grote schaal voorrang wordt gegeven aan van tevoren ingenomen posities, je bent voor of tegen, en dat allemaal op morele gronden. En dat geldt zowel voor Israël als voor Poetin. Poetin als de duivel in persoon. Maar in mijn tijd in de journalistiek had je nog hoofdredacteuren die tegen je zeiden, luister, we willen graag dat je dit gaat coveren, dat je hier een reportage over maakt, maar wel eerst even een paar boeken lezen. Oh ja? Met andere woorden, je moet wel uit die traditie komen, historisch goed geïnformeerd zijn. Ja. Ja. En dan laten we je erop los. Ja. Ja. En jij hebt het, je dus hebt het gevoel dat de huidige. Conservatief. Welkom. Maar het feit dat als je bij de omroep ging werken, dan moest je ook eerst leren praten. Dus je mocht niet voor de microfoon. En je hebt het gevoel dat de huidige redacteuren, huidige journalistieke achtergronden te weinig. Laten we zeggen, historisch, sociaal-culturele achtergrond hebben vanuit waar ze bericht kunnen geven. Ik denk met enige regelmaat, hey jochie, lees er eens een boekje over. Ja, maar daarom zie je ook dat iemand als Stan van Hauken zich bijna continu opwindt over wat hij onder ogen krijgt. Ja. Ja. Hij heeft zelf
natuurlijk een heleboel ook boekjes in eigen beheer, waar hij gewoon zijn voorwerk als het ware bij elkaar heeft gebundeld. Mm. En ja, die afstand die is langzaam veel te groot geworden. Allerlei, ik wil niet zeggen snotneus, omdat ik nou zelf al zo oud ben, maar de jongens en meisjes van de media, zoals Cees altijd noemt. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld, ik herinner me nog uit de oude NRC, wat ik ook altijd een waardeloze krant vond, wat zijn opstelling betrof, maar daar had je toch wel helderingen en zo, die af en toe zei je tut, tut, ho, ho. En dan op grond van wat inzicht wat ze al hadden in verhoudingen, waarschuwden dat we niet die en die kant op moeten gaan. Ik heb nou niet direct, ik weet wel een voorbeeld, maar dat is voor te ver nu. Dus die bezadigdheid, we leven dus in een situatie waarin nu per week honderden mensen extra overlijden boven het langjarig gemiddelde. Ja. Nog steeds is de vraag in de media niet behoorlijk beantwoord. Hoe komt dat nou? Tegelijkertijd horen we de nieuwe minister van onder verantwoordelijkheid van de nieuwe minister van Gezondheid van de PVV, tussen aanhalingstekens, mevrouw Agema, die begint per september een nieuwe COVID-campagne voor de risicogroep. Met andere woorden, zelfs op dit thema, we slaan dus nu de parlementaire enquête over, omdat de BBB heeft zich al teruggetrokken van we doen daar niet meer aan mee. En de We gaan ervan uit dat die parlementaire enquête in zaken nog steeds komt, toch? Ja, maar je hebt mijzelf duidelijk gemaakt dat men nog wel van Houwelingen af wil, want die zou vragen stellen die problemen kunnen gaan geven. Ja, dat begrijp ik. Maar van Houwelingen zit er nog en die commissie is er nog en we hopen in ieder geval, ik vind gewoon dat het absurd zou zijn als we over die coronacrisis geen parlementaire enquête hebben. Maar moet je dan als de cijfers over oversterfte blijven binnenkomen en er geen verklaring voor gegeven wordt, behalve goed praten door mensen als Maarten Keudemans in de Volkskrant, dan de nieuwe regering die toch een wending zou moeten betekenen op een aantal belangrijke terreinen, dat de nieuwe regering onverdroten doorgaat. Ik neem aan onder druk van het ambtenarenapparaat. Ja. We gaan nog één onderwerp toch mee afsluiten. Rusland, Oekraïne. Jij wilde iets zeggen, Kees, over de vals vlek van het kinderziekenhuis. Dat is afgelopen dag is dat gebeurd. Er zou een Russische raket zijn ingeslagen in een kinderziekenhuis, daar is wel van gezegd, ik geef maar even weer wat de Russen er zelf over vinden, want dat lezen we nooit in de westerse mainstream media, die zeggen het is niet onze raket, wij hebben wel gebombardeerd de militaire fabriek daarnaast, maar een van die raketten is getroffen door een luchtafweerraket. En die is van de Noorse NASAMS luchtverdedigingsstelsel, zeggen zij. En zij hebben de Noorse regering gevraagd om daar een reactie op te geven. Dat hebben ze via de VN gedaan. Okay. Lees je niet in de mainstream media, maar dat kan ik melden vanuit de Russische media. Er is al eerder een jaar geleden ongeveer een incident geweest. Laat ik vooropstellen dat ik natuurlijk niet weet welke raket precies waarop is gekomen. Nee. Maar ik heb gelezen onder andere, de journaliste van het jaar, vorig jaar, Diana Panchenko. Ik heb de naam nog even opgezocht. Zij is nu op de verboden lijst geplaatst door Zelensky, dus zij wordt achtervolgd, ze heet opeens ook pro-Russisch enzovoort. Ze hoorden bij de 10 meest invloedrijke vrouwen van Oekraïne. Die heeft gezegd, dit incident moet voor ons aanleiding zijn om de wapenindustrie uit de steden te halen, uit woongebieden. Hmm. Die hoort daar niet, omdat dan krijg je dit soort problemen. Dat is één. Hmm. Het tweede is, een jaar geleden ongeveer is er een raket neergekomen in Oost-Polen, in het grensgebied, waarbij een aantal mensen, 2 of 3, overleden zijn en natuurlijk een aantal gewonden. Hmm. Toen werd er onmiddellijk gezegd vanuit Kiev, dit was een Russische raketaanval,
De NAVO moet hierop antwoorden. Onmiddellijk kwam een reactie uit het Pentagon en zelfs van Biden dat dit geen Russische raket was, maar een verdwaalde Oekraïense raket. Mm. Toen kwam, het lijkt even een lang verhaal, maar dan heb je ook het verhaal voor het huidige incident. Toen kwam Scott Ritter, de wapeninspecteur, die ook de techniek van raketten kent, omdat dat is 40 jaar zijn beroep geweest. En hij zei, raketten verdwalen niet, die worden geprogrammeerd. En een luchtafweerraket komt nooit op een doel op de grond. Dan moet die namelijk geherprogrammeerd worden, dat kan, als ballistisch projectiel. Dus hij zei, die raket in Polen is ballistisch, die is geherprogrammeerd om daar ook terecht te komen. Nou ja, nog een heleboel toelichting. Met andere woorden, die Oekraïners hebben doelbewust dat bewust gedaan. En dat is geen vergissing, geen programmeringsfout. Nee. Ze hebben doelbewust dat waardoor ze die in Polen kwam en waardoor de NAVO kon zeggen, wij worden aangevallen en wij stappen binnen in de Russisch-Oekraïnse oorlog, want dat is de doelstelling. Precies. Van minister Zelensky. En deze aanslag, of deze inslag op het kinderziekenhuis, waarbij overigens een merkwaardige slachtofferlijst van 37 volwassenen overleden en 4 kinderen. Dus je zou het eigenlijk andersom verwachten als het echt kinderziekenhuis. Ja. Maar daar ga ik vanuit dat dat die andere oorzaak heeft. Kijk, zoals ik zeg, het is vlak naast die wapenfabrieken. Die wapenfabrieken zijn allemaal met centimeter precisie zijn ze getroffen. Deze inslag kwam precies bij het begin van de NAVO-conferentie. Ja. En natuurlijk op alle voorpagina's. Ja. Kan je voorstellen, de wandelganger, mensen elkaar troosten enzovoort. Ja. Dus het is een beetje te mooi om waar te zijn voor de NAVO. Maar nogmaals, ik heb ook filmpjes gezien waar je kan zien hoe zo'n raket eruit ziet. De raket die de Russen gebruikt, die zit eruit. Die heeft geen vinnen onderweg, die halverwege. Deze had vinnen halverwege en dat zijn NAVO-luchtafweerraketten. En mij lijkt dat dat ook verwijst naar iets met kwade opzet. Maar ik moet er onmiddellijk bij zeggen dat ik al nu zo vaak erin getrapt ben als er valse beeldjes werden die dan toegeschreven werden aan bewoners die even hun telefoon erbij pakten. Dat ik daar niet te veel... Wat voor gebruik wordt ervan gemaakt? Het gebruik wat ervan gemaakt wordt is om het conflict op te jutten. Dat ben ik met Kees. Daar gaat het om. We kunnen niet hier even met elkaar precies uitzoeken wie die raket geprogrammeerd had. En met welke bedoelingen. Maar het is wel een heel opportun moment. En als je dan ziet hoe daar met één gebruik of misbruik van wordt gemaakt. Om te zeggen, we moeten dus meer wapens leveren. Om die het is wel heel erg toevallig dat de dag voor het begin van de NAVO-top een kinderziekenhuis wordt getroffen en de Russen daarvan de schuld krijgen. Dat is de droom van een spindokter. Dat je dat voor elkaar krijgt. Ander punt. Orbán in Kiev, Orbán in Moskou en Orbán in Peking. Dat is niet jouw politieke kleur, Cees, maar misschien heb je daar toch waardering voor. Voor Orbán? Ja. Nee. Maar in deze actie bedoel ik. Ja, ik vind dat natuurlijk heel erg goed. Dat hij dat doorbroken heeft van niet met de Russen en de Chinezen kunnen praten. Dat is goed. Maar het is, weet je, we hebben het daar eerder in dit gesprek over gehad. Je voelt soms een zekere sympathie voor het politieke handelen van mensen die je anderszins... En dat is de verwarring. Jij zei eerder ook, weet je, extreem links en extreem rechts die elkaar, als je even die etiketten weer wilt gebruiken, elkaar vinden. Dat is wel een grote mate van verwarring. Dat je ineens denkt, ik ken veel mensen in Hongarije, vooral mensen die vanuit mijn notitieboek echt niet deugen. En die grote bewondering voor Orbán hebben. En, maar het gaat mij even over het narratief. Het vredesnarratief. Ja. Niet wat je allemaal verder van Orbán vindt. Vredesnarratief. Ja. Want we praten over de Rusland-Oekraïne-oorlog. Ja. Ja. Kees, jouw reflectie. Nou ja, ik vind hem heel indrukwekkend. Omdat... in Engeland had ik ook Hongaarse studenten die allemaal fel anti-Orbán waren. En ik ben in 2009 naar een conferentie in Boedapest geweest over 20 jaar regime change.
waar ik mocht spreken. Ja. En toen waren de socialisten nog aan de macht die zichzelf eruit uit het script geschreven hebben door ongebreidelde corruptie. Ja. En toen zeiden ze van nou, wij gaan de volgende verkiezingen gaan we big time verliezen, maar we verwachten wel dat we dit historische instituut mogen behouden. Nou, dat was dus een grote vergissing, want Orbán houdt niet van half werk. Nee. Die heeft alles schoongeveegd. Er is dus geen socialisme meer te bedenken, te bekennen in alle hogere regionen, wetenschappelijke regionen. Mm-hmm. Hij is ook heel fel tegen de universiteit, Central European University, waar ik een paar keer gesproken heb in Budapest, die overigens inderdaad niet erg Hongaars was, want bijna de hele stad was Duits. Met een hele interessante Nederlandse antropoloog, Don Kalp, moet ik wel zeggen, een hele leuke kerel. Maar daar is hij allemaal tegen. En dus ja, hij heeft, er zitten een aantal vervelende kantjes aan zijn politieke programma, maar zijn optreden door van zijn halfjaarlijkse voorzitterschap voor Hongarije van de EU gebruik te maken om te zeggen wij laten ons niet een oorlog intrekken, vind ik van staatsmanschap getuigen. Hetzelfde zou gelden voor de veel sympathiekere Fico van Slowakije, maar die is dus door een moordaanslag een hele tijd uit de die ja, hij had mee willen reizen, had hij gezegd. Fico heeft gezegd, de sociaal-democratische premier van Slowakije, heeft gezegd, als ik niet gewond was geweest, had ik was ik mee geweest. Ja. Nou, dat zou dus nog belangrijker zijn geweest. Maar goed, ik vind Orbán heeft zich hier op deze portefeuille heeft hij zich als staatsman opgesteld. Hij heeft ook een oordeel over Poetin gegeven wat overeenkomt met mijn eigen inschatting. Namelijk dat hij zei Poetin is 100% en misschien wel meer dan 100% rationeel. Ja. Elke voorstel wat je hem doet krijgt een rationeel antwoord, niet op vooroordelen en met maar één vast element. En dat is het behoud, het voorkomen van het ernstige worden van het conflict. Nou, ik vind dat soort. Kijk, in de Kennedy-crisis, of in de Cuba-crisis, had je Kennedy en Khrushchev. Ja. Aan twee kanten. Twee leiders die dus tegen elkaar, aan elkaar lieten weten. Wij zijn bang dat we onze militairen niet meer onder controle hebben. Dat zei Kennedy tegen Khrushchev. Ja. Toen zei Khrushchev, nou, ik heb een verrassing voor je. Het is precies hetzelfde. Nou, in de huidige, het huidige conflict vind ik dat onze kant geleid wordt door totaal onverantwoordelijke. Bijna teenagers qua insteek en qua levenservaring. Als je kijkt naar die premier van Finland, mensen die in de Baltische staat aan de macht is, is griezelig. Van Kallas. Ja. Ja. Vreselijk, vreselijk. En dan zeg ik, in deze verhoudingen, hoewel ik niet gestemd heb in de Russische verkiezingen, beschouw ik Poetin, Lavrov, zeker ook de nieuwe minister van Defensie van Rusland, de vorige aanmerkelijk minder, beschouw ik als een soort garantie voor ons overleven. Dus al die verhalen over de Derde Wereldoorlog, ik weet, dit is, wat we nu meemaken is op de rand van de vulkaan, maar daar zitten de mensen die geen drieste stappen zullen ondernemen, geen absurde risico's zullen nemen, omdat zij hetzelfde voelen als wat Orbán heeft gezegd, namelijk dat hij zegt, ik voel me verantwoordelijk voor de veiligheid van de Hongaarse bevolking. En daarom heb ik meegedeeld dat wij in de NAVO niet mee zullen doen aan verdere avonturen. En vind jij eigenlijk dat de Nederlandse leiders en überhaupt de Westerse leiders dat gewoon zijn vergeten? Juist. Allemaal. Die zijn überhaupt de belangen van hun eigen bevolking vergeten, denk ik wel eens. Nou ja, en heb jij dat gevoel ook steeds? Ja, want we worden natuurlijk, zeg maar, door dit soort leiderschap, als er al een derde wereldoorlog zou komen en dan een nucleaire oorlog zou komen, worden we daar behoorlijk ingerommeld. Zoals dat vaak wordt gezegd. Zonder enige verantwoordelijkheid. Ja. En de gedachte die vooral dan door Ursula von der Leyen met verve wordt vertegenwoordigd, dat je het op het slagveld moet winnen. En dat als je maar voldoende wapens geeft, dan kun je de Russische Federatie verslaan. Ja. En alleen al de gedachte dat je dat kunt bedenken met zo'n oorlogzuchtigheid. Er zit een enorme oorlogzuchtigheid aan onze kant. De oppervlakkigheid. Oppervlakkigheid. Waar zie je dat met name? Zie je dat met name leiders bij de media? Of noem eens wat namen ook. Nou, je ziet dat bij twee mensen in ieder geval heel duidelijk. Ursula von der Leyen en Jens Stoltenberg.
En maar Rutte natuurlijk. Ja, maar dat komt nog. Dat gaan we nog meemaken. Ja. Ja. Nou, die zal ons vast wel weer een oorlog binnen weten te rommelen. Mm-hmm. En daar later dan geen herinnering meer aan hebben. Mm-hmm. Precies. Maar vergeet niet dat het zijn Amerika, Nederland en Denemarken. Ja. Die voorop lopen nu met leverantieplannen voor F-16's. Ja. Maar goed, de Russen zijn nu als systematisch alle vliegvelden in Oekraïne aan het bombarderen. Dus het landen zal een probleem worden. Valt helemaal niks te vliegen. Nee. Dat, maar ja, we lachen erom, maar het is natuurlijk een tragedie, omdat er maar men beweert... Maar vind je niet eigenlijk schokkend, is niet het meest schokkende, want je hebt eigenlijk sterk ook het gevoel dat die politici eigenlijk de achtergronden van het hele conflict niet kennen, de cultuurhistorische achtergrond niet kennen, de geopolitieke achtergrond maar beperkt kennen en allemaal met elkaar in die tunnelvisie doorrent. Maar is ook niet het grote probleem dat de media hen daar een volledige bevestiging in geeft? Daar staat dan te weinig, want we praten over het gebrek aan kwaliteit in de politiek, maar daar staat ook bij de media een volstrekt zeg maar, gebrek aan kwaliteit tegenover. Want van wie kun je verwachten, als je even kijkt naar de Nederlandse televisie, die met enig gezag hier kritisch over kan praten? Ja. Die zijn er niet. Ja, nee, maar die worden ook niet uitgenodigd. Jullie zitten daar niet. Nee. Jullie worden niet uitgenodigd. Nee. De mensen die kritiek zouden kunnen geven, die worden domweg niet uitgenodigd. Nee, maar Van Houweling heeft gezegd, waarom nodigen we Jeffrey Sachs, econoom, maar ook politiek bewust. Ja. Ja. Een enorme staat van dienst. Enorme staat van dienst. Directe kennis van de verhoudingen daar, omdat hij economisch advies gaf. Ja. Waarom nodigen we die niet uit in de Kamer? En de hele Kamer is daar tegen. Ja. En naast hem zit de vrouw van de SP. En dan zegt hij, waarom is de SP nou niet bereid om die man hier te ondervragen? En van hem informatie te krijgen. Toen zei die vrouw, omdat wij eigenlijk al genoeg informatie hebben. Ja. Nou, met andere woorden, we weten alles al. We weten alles al. Ja. Dus en dat is de informatie die gegeven wordt door mensen als Rob de Wijk. Die in de tijd samen met de Waits uit Utrecht zeiden van de Nord Stream aanslagen zijn door Rusland zelf gedaan om laten zien dat ze het kunnen. Nee, maar letterlijk, ik zat gisteren op het terras met iemand binnen de kringen van de SP gekoppeld aan de parlementaire fractie. En die zei, de fractie ging expliciet naar Rob van Wijk. Rob de Wijk. En niet naar andere mensen. Met andere woorden, men zocht Rob de Wijk op. En hij had dan wel gezegd, Rob de Wijk is een NAVO-professor. Maar ja, dat ging het ene oor in en het andere oor weer uit. Tot slot, hoe komen we hieruit? Wat zien we als de meest hoopvolle aspecten als het gaat over de Rusland-Oekraïne-oorlog en wat zou er moeten gebeuren? Want er zijn toch ook wel wat hoopvolle aspecten. Zeker. Ja. Nee, ik zie die heel duidelijk natuurlijk in Latijns-Amerika. Zie je wat er in Mexico gebeurt en wat er in andere Latijns-Amerikaanse landen aan het gebeuren is. Nou. En waar vooral de bevolking, zeg maar, daaraan mee wil doen en naar een progressieve koers wil. Dat is heel duidelijk wat er nu in Mexico over is gebeurd. Nou. Hè, dat een nieuwe president is gekozen, Claudia Sheinbaum. Dat daar nog achterhoede gevechten tegen worden gevoerd. Media die een aantal privileges hebben verloren, die schelden en die roepen, maar die hebben de strijd al lang verloren. Er is nog een kleine elite van zogenaamde organische intellectuelen, zoals ze zich noemen, met een verkeerd begrip van wat dat begrip precies betekent. Die zich verzetten, maar die zich allemaal verzetten op grond van kleinschalige economische belangen, privileges die ze hadden en zo. Maar als je ziet een groot deel van de bevolking. En als je ook ziet de kracht van een aantal Latijns-Amerikaanse landen om aan de keuzes die hen opgelegd worden niet mee te doen. De grote ergernis van de Verenigde Staten ten opzichte van landen als Mexico en Brazilië, ten aanzien van López Obrador en Lula, is dat ze geen keuzes, dat ze niet de keuzes willen maken die de Verenigde Staten hen opleggen. Nee. Nog in het Oekraïne-Russische Federatie-conflict. Maar in feite zullen kiezen ook voor BRICS. Denk je? Denkt dat Mexico gaat invoegen in BRICS? Ja, tenslotte wel. Ja. Nou, behalve Argentinië dan, hè? Die ook op de lijst stond, maar die is er uitgestapt. Die Milei. Ik zeg wel, kijk, we hebben natuurlijk
een minister-president en een politieke leider waarvan je kunt vinden dat die niet helemaal kosher zijn. Maar als je nou een echte mechogge man aan het hoofd wil hebben, dan moet je naar Argentinië kijken. Ja. Ja. Dus ja. Het kan allemaal nog erger. Maar ja. Ik zie wel heel veel... Want die is ook nog gewelddadig. Ja. Die is pro-Israël. Die is pro-Zelensky. Ja. Die vindt zichzelf Joods. Ja. En die ondersteunt zeer expliciet het geweld. Ja. 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 Wie in Zuid-Amerika volgens mij een hele hoopgevende figuur is, maar daar weet jij meer van, is de president van Colombia. Ja, uitgerekend zeker. In ja, een zeker. Land ja, zeker. Met die geschiedenis. Als je hoort wat voor speeches die durft te geven in de Verenigde Naties, in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, uitgesproken. Jongen, wat een figuur zeg. Dat is echt maar hele, zulke mensen hebben, van dat kaliber hebben wij hier niet. Die zijn niet in het politieke spel betrokken. Ja, ik denk ook met alle respect dat de Zuid-Amerikaanse landen weliswaar een positieve rol hebben gespeeld. Hè? Duitsland kwam naar Brazilië en zei van, we hebben die tanks nu nodig om aan Oekraïne te geven. Maar Lula zei, nou daar hebben wij ons leger niet voor. Maar kijk, in Europa zelf vind ik niet te ontkennen dat Orbán hier een positieve rol speelt. Nou, hij is toch ook Kees niet de enige. Ik bedoel, nee, maar hij speelt het heel slim, want je vergat één stad te noemen en waar die geweest is, en dat is Washington. Hij is namelijk ook naar Washington gegaan. Wat heeft hij daar als eerste gedaan? Een afspraak met Erdogan. En dat was natuurlijk heel slim, omdat hij had gezegd, Erdogan als de enige leider, ook een leider waar wij waarschijnlijk geen foto van boven ons bed hebben hangen. Nee, maar niet zo. Erdogan. Meer, hè? Maar, de president van Turkije voor het publiek. Maar hij zei dus, Erdogan heeft namelijk het eerste akkoord tussen Oekraïne en Rusland voor elkaar gekregen. En dat was het graanvervoerakkoord over de Zwarte Zee. Daarnaast natuurlijk in Istanbul het akkoord wat toen door Boris Johnson en Amerika is afgeblazen. Ja, op 7 april 2022 heeft Boris Johnson Kiev dat akkoord opgeblazen. Ja. En die zei gewoon tegen meneer Zelensky, niks akkoord, we gaan erom vechten. Precies. Nou, en Orbán heeft dat volgens mij heel slim gespeeld door een grote officiële ontvangst met Erdogan te regelen, zodat hij niet in zijn eentje een vijandige vergadering van EU en NAVO-leiders moet binnenstappen zonder een sidekick. Ja. Je moet iemand erbij hebben. Als je nou neemt, hè, Orbán Hongarije, Fico Slowakije, de man uit Kroatië, Servië zit dan niet in de NAVO, maar ook zelfs de president van Bulgarije is het er niet mee eens. Ja. De Turkse president staat hier buiten. Er zijn en de publieke opinie in Europa. En de publieke opinie in Europa, misschien moeten we daar nog wat over zeggen. Ja, ja. Want er zijn peilingen waaruit blijkt dat het overgrote deel van de bevolking dit hele beleid niet steunt. He, ik ben zelf met een peiling gekomen, notabene van de Europese Unie. Nog maar 10% van de Europese bevolking gelooft volgens die peiling van de Europese Unie dat Oekraïne de oorlog kan winnen. Ja. 20% gelooft dat Rusland de oorlog wint en het grootste deel denkt dat we hier alleen maar uitkomen door direct om de onderhandelingstafel te gaan zitten. Maar jij kwam nog ook met een andere peiling. Hè? Ja, nou, die heb ik aan je opgestuurd. Ja? Maar die heb je misschien niet gebruikt, omdat het namelijk enorm ingewikkelde organigrammen waren. Mm. Met de kleurverschuivingen, waardoor je eigenlijk niet direct ziet wat hier nou de conclusie van is. Maar de kern van de zaak is, de Europese elites willen oorlog, de Europese bevolking wil dat niet. Ja. En ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik er niet bij kan hoe een land als Finland, wat zijn hele naoorlogse welvaart, dat is volstrekt onbegrijpelijk, te danken heeft aan intensieve economische betrekkingen met de planeconomie die hen bewaarde voor ernstige conjunctuurschommelingen. Hoe zo'n land een soort culturele revolutie doormaakt, waardoor men het stand bijna verloren heeft. En vergeet niet dat wat de Finnen nu hebben gedaan, namelijk hun alle 15 militaire bases openstellen voor de Amerikanen, inclusief offensieve wapens die 10 minuten vluchttijd hebben naar Moskou. Wat mij bemoedigd is, dat we zelfs erg geneigd om te zeggen, het land, Finland, de Finnen. Nee, en dat is niet zo. Ik ken vooral in de universitaire wereld in Finland enorm veel mensen die zich hier enorm tegen verzet hebben.
Oh ja? Ja, er is veel verzet geweest. Maar er is een politieke elite die dit heeft doorgezet. Ja. En niet zonder verzet. En dat is bijna overal het geval. Ja, ja, ja. Alleen het enige, en dan komen we toch weer bij de media uit. Kijk, als je een oorlogzuchtige elite hebt om allerlei redenen. Je hebt een groot deel van de meeste bevolkingen die niet mee willen doen. Maar die oorlogzucht wordt bemiddeld door de groep die ertussen zit. En dat zijn dan meestal de media. Ja. En die media, die faciliteren het. Ja, maar dat is overigens ook niet iedereen die in die media werkt. Maar dat zijn wel de leidende krachten die dit narratief steunen. De hoop die je daarover kunt hebben, is wat ik in veel delen van de wereld zie gebeuren. Is dat de media die zo tevreden met zichzelf zijn, of hoe je ze wilt noemen, conventioneel of traditioneel. Die zijn wel bezig in mijn optiek aan een achterhoedegevecht. Ja. Die zijn bezig om het publiek te verliezen. Want je ziet in heel veel landen dat naar de grote televisiestations niet meer wordt gekeken. Ja. Maar dat langzamerhand bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, zeg maar CBS het gaat afleggen tegen Amy Goodman en Democracy Now. Ja, precies. Mensen daar meer en dat vind jij positief? Dat vind ik positief, dat zie ik in Mexico, de grote media, Televisa. Die hebben de grote toeters, die hebben ook de grote bekken. Maar die beginnen het af te leggen tegen al die internetkanalen. Waar journalisten ook, en dat vind ik interessant, naartoe verhuizen. Ja, zoals Tucker Carlson in Amerika. Ja, Tucker Carlson is misschien het bekendste fenomeen daarin. Ja, maar er zijn er meer die vanuit de New York Times niet meer daarvoor willen werken. Chris Hedges is een goed voorbeeld van dat hij er voor zichzelf begint. En het is veel interessanter om daar naar te kijken. Precies. Dan naar de Simon Hirsch. Ja, er zijn er steeds meer jonge mensen die sowieso niks meer hebben met een ouderwetse krant of met de televisie 's avonds om 8 uur. Maar die via een telefoon. Ja, ja. En dat gaat niet altijd goed. Dat moet je ook niet romantiseren. Nee. Maar ik vind het wel een achterhoedegevecht. Omdat namelijk ook die alternatieve media in heel veel landen aan het professionaliseren zijn. En daar zit nog wel een adder onder het gras. Want als je professionaliseert, dan word je vaak toch een beetje conservatiever. En dan word je toch eigenlijk BBC imiteren. Dat is dan het ideaal. Mm-hmm. Dus daar is nog een heleboel te winnen. Mm. Maar ik zie dat in zijn algemeen. Die positieve ontwikkeling. Als je dus ziet dat overal in de wereld er bevolkingen zijn. Die absoluut niet naar een wereld toe willen. Die we met elkaar om zeep helpen. En steeds meer alternatieve media. Die steeds professioneler worden. En die steeds meer publieken aantrekken. Dat geeft mij een reden om niet erg pessimistisch te zijn. Nee, en dat betekent ook dat jij zegt, die alternatieve media zijn in het algemeen onafhankelijke, kritische. Ja. En dat betekent dat ze ook kritiek durven hebben op in dit geval toch het redelijk oorlogzuchtige establishment van politiek en mainstream media die we zien. Nou, het aardige is natuurlijk dat die alternatieve media, die krijgen geen staatssteun, die krijgen geen commerciële steun. Die moeten gewoon gesteund worden door gewone mensen. Hmm. Die denken gewoon de mensen die €5 overmaken naar de rekening van Blackbox televisie bijvoorbeeld. Ja. Ik vind dat ontroerend, maar ook heel erg hoopgevend. Ja, mensen die denken, dit moet echt anders. Maar ik kan niet meer betalen van mijn AOW, maar ik wil toch die €5. Dus die €5 geeft mij hoop. Goed. Hey, heren, hartelijk dank voor dit gesprek. Dankjewel.